Suriname behoort zoals de rest van het Amazonegebied tot de longen van de wereld. Het is belangrijk dat Suriname als groenste land daar stil moet blijven, zei Pertab Bisumbar, voorzitter Taskforce Ordening Houtsector, bij de opening van de workshop Ordening en Transformatie Houtsector. Bij een duurzame benutting van ons bos, volgens de CELOS-methode bij wet, zal het bos blijven bestaan zolang er zuinig mee wordt omgegaan. In tegenstelling tot olie, goud en andere hulpbronnen die kunnen opraken, kan de gemeenschap en de komende generaties nog steeds gebruik maken van het bos, zegt Bisumbar. De economische bijdrage die onze bos op dit ogenblik levert aan onze nationale economie. We gaan straks met SBB kijken naar de cijfers van de bijdrage aan onze nationale economie. Maar ik denk dat gegeven het feit dat we zo'n grote potentie hebben binnen onze natuurlijke hulpbron bos, dat we veel meer eruit moeten kunnen halen. En laten we straks ook nog bij de presentatie met financiën, laten we daar ook gaan kijken van hoe het gesteld is met de middelen die allemaal binnengehaald worden. Volgens David Singh, directeur van WWF Guyana's, heeft de organisatie vanuit elk deel van de wereld gehoord dat men praat over Suriname en haar Forest 93. Singh onderstreept dat de WWF pas uit is met haar Living Amazon rapport. En een duidelijke waarschuwing in dit rapport is dat het Amazonegebied gevaar loopt. Of which Suriname's forest is such an important part. We in the Guyana's, and I speak here across the Guyanas, we have an amazing amount of intact forests, forests that are not only standing the way they have been standing for centuries, but also have been the home and the place of life, the place of who we are as a people for centuries. In fact, for our indigenous brothers and sisters, this has not only been the home for centuries, but much longer than that. Volgens president Chandrika Persat Santokhi is zo'n workshop belangrijk om te discussiëren over onze bossen en hoe ermee om te gaan als regio en ook als onderdeel van de internationale gemeenschap. Het staatshoofd gaat verder aan dat de wereld ook kijkt naar hoe Suriname als land omgaat met haar eigen bossen. De toon in de wereld, als men naar Suriname kijkt, is nog steeds carbon negative. De toon die je hoort als men naar Suriname kijkt, is high forested, low deforestation country. Dat is de toon. Die moeten we behouden. Als land carbon negatieve status, we moeten behouden. Dat we het groenste land zijn in de wereld en ook laagste ontbossing ook hebben. Maar hiervoor moeten we beleid ontwikkelen. Hiervoor moeten we strategie ontwikkelen. En dat is het doel van deze workshop. Dat we beleid gaan ontwikkelen. En dat zal niet makkelijk zijn. Want in dit beleid ga je heel wat uitdagingen tegenkomen. Het staatshoofd hoopt dat ook de commissie voor de ordening van de goudsector probeert om binnen 3 maanden een informatiesessie en een workshop te houden voor alle belanghebbenden in die sector.